Die hebben de handen ineengeslagen en samen een album uitgebracht. Een opvallende muzikale samenwerking, zo bleek ook dit weekend tijdens hun optreden bij de 92e verjaardag van Koningin Elisabeth. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait, baby, now. Oh, baby, now, don't make me wait. Yeah. This loving you. Nou, Leon, het is niet een combinatie die je meteen verwacht, Shaggy en Sting, op een of andere manier, toch? Die helemaal niet in elkaars verlengde qua muzieksoort. Nee, ik moest ook even, aan Cliff Richard en de Young Ones. Zo'n soort rariteiten. Eigenlijk is het best wel logisch, als je er langer dan 3 seconden over nadenkt. Is het eigenlijk wel logisch, want wat Sting met de Police deed, dat zat ook al heel erg in de reggae. Dat is waar, ja. En ik vind het ook een hele, hele leuke plaat geworden. Dit is natuurlijk al de meest... Kijk, het is wel heel ver van Jamaica om dan... op de 92e verjaardag van de koningin in de Royal Albert Hall dit nummer te spelen. Dus ik kan me voorstellen dat dit voor hun een wat ongemakkelijke setting was. Shaggy probeerde nog iets van te maken. Die vroeg dan, where are my reggae people at? En dan zat er zat iemand, mensen op het balkon zitten zo te klappen. Dat is niet echt de setting voor deze plaat. Maar het is echt een zomerplaat geworden. Nou, wij hoorden dat en we zagen het. En zagen van, nou, eigenlijk heb je best wel meer van dit soort... of nou, niet dit soort, maar in ieder geval van verschillende popduo's gehad... waarvan je dacht van, oh, dat is apart of dat is bijzonder. Dat is baanbrekend misschien wel. Misschien wil ik een aantal meenemen. 1986, Run DMC. Ja, dat was baanbrekend. Aerosmith met Run DMC, Walk This Way. Dat was eigenlijk, daar werd de muur, dat zie je ook in de clip, ze breken letterlijk een muur door. Toen waren rock en hip-hop waren echt twee totaal gescheiden werelden. Die kwamen eigenlijk met dit nummer bij elkaar. Ja, een fantastische clip. Ja. ...33 jaar geleden alweer. Zo. Ja, dat ik weer niet hoor, maar het is wel zo. Ja, nou ook omdat die scheidslijn is helemaal niet meer zo streng. Sowieso, vroeger waren natuurlijk subculturen heel afgebakend. Je was een alto of je was een gabber... ...en dat moest je ook niks te maken met anderen. Dat loopt natuurlijk allemaal helemaal door elkaar nou. Maar dit nummer heeft er wel een belangrijke rol in gespeeld. Kun je misschien zeggen dat nu je elkaar ook veel meer opzoekt... ...ook vanwege bijvoorbeeld Spotify... ...omdat je elkaars fans nodig hebt voor meer streams? Want daar dacht ik aan, ik weet of dat zo is... ...bij Rihanna en Paul McCartney bijvoorbeeld. Totaal verschillend. Ja. Ja, dit was wel bijzonder dit. Vond ik wel een heel tof nummer. En het is natuurlijk een enorm generatieverschil. Dus je had ook een beetje het gevoel dat Paul McCartney een soort van stokje overheeft. Zijn rol is wel vrij minimaal. Hij speelt gitaar. En als je naar de credits van het nummer kijkt, dat zijn natuurlijk bij dit soort nummers altijd... ongeveer de aftiteling van een science fiction film. Er zijn iets van 14 mensen en hij staat er dan tussen. Het is mij niet helemaal duidelijk wat hij precies gedaan heeft, maar het was wel heel bijzonder. Ik vond het wel een leuk nummer. Ja, ik vond het wel mooi dat volgens mij met name jongeren in Amerika zeiden van... goh, leuk voor die oude man met Rihanna. Ja. Dat is dan de generatiekloof die je krijgt. Reality check, ja. En kijk, Shaggy, Sting, je hebt gelijk. Police, dat reggae-achtig, dat versterkt elkaar misschien wel. Ja, textueel hadden ze natuurlijk... Kijk, Shaggy, het bekende nummer, ja, ik vind dat nog steeds een hilarisch nummer. It Wasn't Me is natuurlijk een soort handleiding in vreemdgaan. Dus hij legt allemaal situaties voor. Je bent met je minnares, je vrouw komt binnen, ze betrap je naak. En je moet altijd zeggen, it wasn't me. Ja, dat is een heel grappig nummer. Maar dat staat vrij ver af van nummers over het regenwoud. En I hope the Russians love your children too. Dus textueel liggen ze best wel ver uit elkaar. Maar ze hebben elkaar gevonden, een soort optimistisch zomer. Zit wel iets politiek in, meer dan in het hele... En hoe ver zitten Jay-Z en Kanye West uit elkaar? Of die zijn juist wel dicht bij elkaar? Ja, dat vond ik wel. Ik vind dat nog steeds een van de beste samenwerkingen ooit. Watch the Throne. Ja, vooral dit nummer. Lekker, hè? Ja, dit nummer.
bent er bij die show geweest in het Gelderdom. Dan hebben ze iets van 8 of 9 keer achter elkaar gespeeld. Ik dacht, dat kan toch? Je kunt toch niet 8 keer hetzelfde nummer? Hetzelfde nummer? Ja, maar dat werkte dus echt. Ik ben een enorme Springsteen-fan, maar ik kan me niet voorstellen dat Bruce Springsteen Born to Run 10 keer achter elkaar speelt. Dat kan niet werken volgens mij. En waarom werkt het bij deze omdat dan wel? Omdat het natuurlijk zo'n monotoon nummer is. Het werd steeds op zwepen. Dat werd een soort enorme pit in de Gelderdom. En ze vroegen dat one more. En het publiek, ja, en nog een keer. Dat werkte echt, ja. En werd het nou... Je had erbij moeten zijn. Met gewoon een ander liedje. Nee, want more. Nog. Maar dit was echt een goede. Terwijl Jay-Z heeft ook een plaat gemaakt met Linkin Park. Dat vond ik wel vrij... Kijk, hij is gewoon heel goed. Dus ik vond dat een vrij dramatische, uitpakkende samenwerking. Want het verschil was enorm groot. Hij is natuurlijk van een geweldige flow heeft. En die rapper van Linkin Park, dat is een soort Ray van Two Unlimited. Dus, ik vond het enorm pijnlijk. Elke keer hoor je Jay-Z, denk je, ah, is dat toch goed? En daarna komt die andere gast. Oh ja, dat kan ik ook, zeg maar. Dat kun jij beter, hoor. Nee, ik denk het niet. Jij kent,